Hoi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Ramon en ik die gaan richting Amsterdam. Want we hebben vandaag een première bij de film The Wedding. Ik weet niet precies wat de hele bedoeling is, maar ik neem jullie in ieder geval gewoon gezellig mee. En daarvoor gaan we nog even langs het World Fashion Center. Even wat inkoopjes doen voor mijn webshop. Ik heb even een leuk spijkerpakje aangedaan. En ik doe mijn cowboy boots erbij. Lekker warm, maar alles voor de outfit. Let's go. Goed hulpje. Sowieso. Ik voel wel allemaal een beetje hetzelfde. Weer klaar! Sterk mannetje hoor. Nou, we hebben weer een super leuk dingetje gekocht. We hebben eigenlijk vooral alles. Zijn mijn haar goed. Maar we hebben eigenlijk bijna alles laten verzenden naar huis. Want anders moet je er zo mee rondlopen. Het is nu 3:30. Om 4 uur gaan de deuren open voor die première. We gaan dus naar de première van... Oh ja, we gaan even opzoeken hoe het eruit zag. Ja. We gaan naar de première... Hallo, stil scherp. We gaan naar de première van The Wedding van Erica Lust, zo heet ze. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Want ik ben één keer naar een première geweest, maar dat was nog op de thee. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet gaan verwachten. Dus ik heb geen verbinding gehad. Dus oh, je hebt geen locatie. Dan kan ik namelijk ook geen locatie nemen, want ik moet... Als ze buiten zijn, dan heb ik wel weer verbinding. Weet je welke kant ik op moet? Ja, die kant. Dus daar gaan we nu richting. Geen idee wat ook de planning is. Volgens mij is het ook niet echt in een bioscoop staan, maar in een museum. Maar het kan best zijn dat het opeens wel in een bioscoop is. Een soort theater of zo. Ja, precies. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet wat we kunnen verwachten. De mail was ook in het Engels, de uitnodiging. Dus ik hoop niet dat we in het Engels moeten praten, want dat is niet mijn sterkste vak. En verder. Ja, volgens mij is het gewoon om 4:40 gaan we beginnen aan die film. En dan daarna heb je dus, kun je nog vragen stellen. Want Erica Lust, dat is zeg maar die actrice, die is er ook bij. Die kun je dus al vragen stellen en zo. Dus dat is wel heel erg vet. En daarna heb je dus nog cocktails en zo. En daarna hebben we dus om 3:30 hebben gereserveerd bij Shisho, heet het volgens mij. Een sushi restaurant. Het zag er fucking lekker uit. Dus ik hoop dat als we niet te veel eten daar, ik weet niet of we überhaupt eten krijgen, dat we daar nog heen kunnen. Dat zou echt top zijn. Hoe vind je het rijden hier in deze parkeergarage? Ja, wel kut parkeergarage. Kut parkeergarage, hè? Ik snap wel dat mensen hier soms eng vinden. Ja, of tegen een zijkant aanstoten. Gevaarlijk, hè? Hier is het uitritkaartje. Nou, vond je het leuk eventjes mee inkopen ja, zeker. Doen? Ja? Zie ik een beetje meer inkopen. Ja. Had je het zo verwacht, hoe het eruit zag? Of? Nee, eigenlijk niet. Jij dacht dat het echt zo'n grote winkel was, hè? Ja. Ik dacht wel meer kleine winkels eigenlijk, alleen niet zoveel. Moet je even stilstaan, dan kunnen we de navigatie even doen. Ik dacht misschien 2 of 3, weet je wel, maar voor de rest... Echt zo'n hele grote of zo? Ja. Nee. Oké, ik moet even snel navigatie zoeken en dan ben ik terug weer mee. My name is Nicolas. Thank you very much. And I see a very, very... The Wedding is a movie for our platform Lust Cinema that we shot last year. It came out in springtime and... Nou, het is weer afgelopen. Het ging nog even een drankje doen achteraf. En na de film was er nog een Q&A met Erica Lust en de hoofdrolspeelsters van de film. Het was wel heel erg leuk en heel erg grappig, maar we hebben eigenlijk, het was eigenlijk gewoon letterlijk porno. Waar we naar hebben zitten te kijken, dat wisten we niet. Nee, we zijn uitgenodigd voor een filmpremière. Ja, het was gewoon, het was wel echt een verhaal hoor, maar er werd gewoon wel heel veel ingewiept. Normaal zeg maar, op een normale film zie je zeg maar, nieuwe ervaring. De daad niet, je zag heel de daad net wel. Ja, maar net... Ook wel vaak, too much. Maar ja, het was wel gewoon echt een leuke ervaring. Ja. Grappig om een keer mee te maken. En ja, ik vond het oprecht gewoon een hele leuke dag. Ook die Q&A en zo. Iedereen ging vet veel vragen stellen. Ja. En ook als iemand had een vraag stelde, kwamen er weer 6 handjes meer omhoog van vragen. Nou, gelukkig stopte ze op een gegeven moment. Nou, wij gaan nu door naar Shisho. Gaan wij sushi eten bij Rembrandtplein. Dit is een kaart aan. Die heb ik, hè? Yep. We hebben richting de auto en dan gaan we rijden 10 minuutjes volgens mij en dan gaan we lekker sushi eten. Hoe laat is het? 5 over. Mooi.
Nou, we zijn binnen. We moeten even de QR-code scannen en dan kunnen we via hier lekker gaan bestellen. Benieuwd. Ik ook. Heel benieuwd. Helemaal zin in. Ronde en... smakelijk! Wat is dat? Carpaccio bier staan. Ja? Oeh, dat sounds good. Zou ik dat vermelden? En we parkeren in Amsterdam. Hey! Huis. Ramon heeft trouwens nieuwe schoenen. Sinds een week. Hij is vandaag voor het eerst aan. Balenciaga, trek, wit. Het is zo'n pijn met lopen, zegt hij. Maar misschien dat we één maatje groter hadden moeten nemen. Maar ja, zegt ze nou al beter dan vanochtend. Alleen, even uitlopen. Maar ze vindt ze zo mooi. Met die bruine beentjes en dan die Balenciaga. Kapam. Nee, fucking leuk. Goed, ja, je kan er zelfs nog op dansen. Niet meer uitgaan, dan worden ze wit. Zwart. Gaat lekker. Nou, wij gaan richting de auto en weer richting Etten-Leur. Etten-Leur, here we come. Etten-Leur. Mensen die dit kijken, ben ik de enige die Etten-Leur vindt klinken als een wijk met alleen maar kakkers. Nou, dat is schrikker. Etten-Leur. Nou, echt een vette leuke dag. Ik vond het echt heel leuk. Echt leuk vandaag. Ga maar gewoon hard. Ik ben helemaal vrolijk vandaag, eerlijk? Ja. Gewoon lekker inkoopjes gedaan. Ik ben wel moe vandaag, maar inkopen, première, lekker eten. En ik vind Amsterdam ook gewoon echt een leuke stad. Helemaal als je die stad in moet, echt een drukte. Vind ik echt gezellig. Helemaal vol, richting huisje. Kijk hoe cool. De ouders van Ramon zijn dus op vakantie en we hebben dus de auto van zijn vader mee. En je hoeft alleen maar dit te doen. En hij is open. Ideaal. En kijk ook wat voor iPad hierin zit. Gewoon een heel tv. Gewoon een dikke tv. Niet normaal. We dachten dat wij een groot schermpje hadden in onze auto. Nou, hou maar. Helaas kan je hem niet draaien en Netflix kijken. Helaas niet. Nee. Misschien mag het ook. Ja, dat had jij het sowieso gedaan. Nee joh. Nee joh. Nou, let's go. Het rare is, je kunt hier dus parkeren voor iemand anders. Dus Ramon zei van, kan ik er wel staan? Want straks gaat er iemand voor me staan. Nee, we hebben alle sleutels van de mensen die er voor je komen staan. Dus dan rijden we die wel weg. Ja, zo daar. Heel gek, maar wel slim. Want dan kunnen daar wel, kijk, hier zie je het ook. Allemaal mensen voor mensen staan. Ja. Ja, dan kunnen er wel meer mensen staan. Ja, of je kunt hier op de heuvel parkeren. Dat was net ook geen plek. Ook ideaal. Dan is het 100% gestaan. Ja? Oké. Kleine samenvatting van het eten. Er is maar één iemand die heel zijn kassen om kan gooien over al mijn eten en servetten en benen en stoel en... Oh, ik word zo moe van mezelf soms. Van mij, en dat ben jij weer. Dat ben ik weer. Het was wel echt lekker. Het zit gewoon midden in de stad. Dus dat is wel altijd, ja, vervelend qua parkeren en zo maar aan. Hè? En je moet wel als je in Amsterdam bent. Overal als het duur parkeren al zit je nu in een achterwijk ergens aan de... toch betalen. Maar het was leuk. Ik weet niet zeker of ik had verteld wat ik had allemaal heb ingekocht. Want ik heb alles eigenlijk bijna laten verzenden. Ik heb dus van die lookalike Uggs heb ik dus besteld. Die had ik dus ook vorige week al besteld. Die zijn dus nu bij mijn kantoor aangekomen. In een lichte kleur beige. En die heb ik vandaag dus ook gekocht in een iets donkere kleur. Een beetje camelbruin. Dat kaki. Fucking mooi. Ja, kaki, maar dat is echt niet zo. Ik vind het meer camel. Anders helemaal geen groen tint in. Nee, dus ik hou lekker mijn eigen voordeel. En een superleuk glitter broekrokje. Superleuk voor kerst, maar ook gewoon voor nu met uitgaan. Stephanie. Ik kom zo bij jullie terug. Superleuk zwart glitter broekrokje. Die kun je aan met kerst, maar ook gewoon straks voor het uitgaan. Een leuk topje erbij. Ik wilde dus van die vette leuke vestjes met zo'n bijpassend broekje gaan inkopen in het blauw. Die ik laatst ook aan had bij Jill Store. Stephanie. Zo bij jullie terug. Even kijken, waar was ik? Oh ja, ik wilde van die pakjes inkopen in het blauw. Alleen was het maar de allerlaatste. Hè? Dus op zich, aan de ene kant had ik geluk, want die mocht ik eens mee gaan nemen voor mezelf. Dus ik heb hem nu niet vanzelf. Maar ik baal wel, want ik had dus die laatste aan van Jill Store. En mijn DM ontplofte van hoe leuk die was. Dus het zou super leuk zijn als jullie er allemaal blij mee kon maken. Maar helaas, ik heb ze wel in een nieuw kleurtje kunnen krijgen. Dat is namelijk lila. En ik twijfel een beetje over de roze. Ja, maar de twijfel was te hoog. En vette leuke truien nog. Wat hebben we nog meer gehaald?
wat ligt er allemaal achterin? Oh ja, mooie schooltassen. Ja, tassen, ja. Super nice. Een beetje champagne kleur, goud. Schooltassen. Oh ja, spijkerjasjes en blazers. Lichtgrijs met witte streepjes. Super nice. Spijkerjasjes met hartjes. Spijkerjasjes met hartjes, ja. Gewoon denim gekleurd hartje volgens mij. Ja, echt leuk. Ja. En er zijn op kantoor mega veel dozen. En er komen nog meer dozen binnen. Je moet hier langer rechts, maar... Had je dat niet door? Nee. Dit is zo gevaarlijk. Oh! Dus, lekker slapen.